In deze video een heel snel update van de douche. We hebben ondertussen hebben we nu van september, oktober, november, december, januari, bijna 6 maanden, bijna een half jaar in gebruik. En we zijn er super tevreden van. Ja, we hebben nog altijd het plafond niet afgewerkt. Maar ik ga even de camera draaien en een paar dingen uitleggen. Ja, we hebben ook nog geen plinten zoals je kunt zien. En de deuren zijn ook nog de voorlopige deuren. Dus er is nog werk genoeg. Maar eigenlijk, we zijn er echt super tevreden van. Er staat nog wat water op dit moment. Maar we hebben daar een trekker, een witte trekker. En als tip gekregen is ook die rubber aan die trekker is ook wit. Dat maakt dat zeker geen strepen. Er was iemand die vroeg naar hoe dat dan die afloop voorzien is. Eigenlijk... Dus we hebben een soort van bak, je ziet daar een opstaande rand en hier is ook een opstaande rand. En die muur is iets van 1,5 meter is denk ik, of 1,20 meter. Ja, want het moest juist uitkomen met die tegels van 60 centimeter. En dan die goot hebben ze zelf voorzien, dus dat is een speciale goot waar dat die gietvloer kan eigenlijk op aansluiten. En dan hebben ze eerst met chap, met epoxy ook, dus zand met epoxy. Gemengd, wat dan verhard, hebben ze dat eerst zo'n soort enveloppen gemaakt. Dus van daar loopt het af naar daar en van daar loopt het af naar... Alles loopt eigenlijk af naar die goot binnen die bak. Buiten de bak niet, die vlakken zijn daar. En dat stuk hier ook, dat is volledig pas, dat is volledig vlak. Ze hebben er ook zo'n schraaplaag op gelegd van die epoxy. Of was dat? Ja, zand met epoxy gemengd. Zodat dat zeker ook volledig vlak was. Hier zit vloerverwarming onder. Aan die kant ook, ja, we hebben dat nu zo voorzien, dat was eigenlijk totaal niet nodig, maar het ligt er nu zo. En dan, dus ze hebben eigenlijk al die helling hebben ze al in de shop verwerkt. En dan daar wordt die gietvloer overgegoten, waarmee dat je die helling ook nog altijd in die gietvloer hebt. Zo maken ze dat eigenlijk. Voor de rest, het enige, ja, dus in totaal was het iets van 7000 euro voor alles. Dus voor heel die ruimte, wel ja... Heel die inloopdoucheruimte, dus heel dat stuk hier. Dat is ongeveer 4 meter, denk ik. Dat zal een meter zijn, zeker, of zo. En eigenlijk, dat is het enige dat ik misschien niet meer zou doen als ik het opnieuw zou doen. Zo die nest waar onze producten in staan. Omdat dat stukje alleen was 500 euro, gewoon voor... Omdat ze dat moesten uitsparen enzovoort. En al het werk daar rond was 500 euro. Wat dat bijna een tiende van de prijs is voor zo'n klein dingetje. Nu, het gemakkelijke is dat we daar niks moeten ophangen of zo, maar dat is wel vrij duur. En aan deze kant hebben we ook zo'n een opstaande rand waar de kranen zitten. Waar dat onze producten op staan, zoals je ziet, en het bad tegenaan staat. En er zit hierachter zit er dan een serviceluik. Je kunt dat nu niet zien. En dat is hoe dat we aan die aansluiting van die kraan kunnen. Ook heel tevreden van is eigenlijk die overgang van, dat is dus volledig pas. En dat sluit heel mooi aan op de houten vloer. En dan, ja, eigenlijk super content van ze. Ze werken met zo'n hele grote platen, dus dat is één volledige plaat. Waardoor je daar geen enkele naad hebt daar. Deze was natuurlijk te groot om in één keer te doen, maar ze hebben denk ik 3 platen was het, als ik me niet vergis. Dus afhankelijk van hoe dat licht zit, kun je soms een heel klein beetje, als je rechter zo langs kijkt, kun je soms een beetje die 2 naden zien, maar het is echt heel moeilijk te zien, dus het is heel goed gedaan. En dat is eigenlijk, die plaat wordt daar tegengezet, die vloer wordt gegoten en daar wordt nog een laag over geschilderd, over zowel de plaat als de vloer, waardoor dat volledig naadloos aan elkaar verbonden is eigenlijk. Hè. Hetgeen dat we daarvoor hadden waren gewone tegels. Dus die wand, nee die niet. Maar die wand is volledig getegeld daarachter nog altijd trouwens. Dat is geplakt daarachter. Eigenlijk die wand is ook volledig getegeld. En de vloer was ook volledig getegeld, maar dat gaf problemen. We hebben die 2 keer opnieuw gedaan zelf. Maar dat bleef problemen geven. Eigenlijk vooral door de naden van die goot. Langs de goot lekte het altijd. Omdat dat geen goede goot was, niet deze, maar die ervoor lag. En de naden van het voegsel eigenlijk van de tegels die er lag, daar lekte het ook altijd nog tussendoor. Dat was op zich, hebben we beneden nooit geen water gehad, omdat hier nog doeken onder lagen. Van die kerdi-doeken. Maar natuurlijk, die tegels kwamen altijd weer los, omdat er daar water onder kwam. En nu met deze oplossing is het eigenlijk perfect. We hebben nog niks van issues gehad.
Ja, met al dat wit kan die camera niet echt focussen, heb ik de indruk.